Goedemorgen en welkom bij een nieuwe video op mijn kanaal. Mijn naam is Melissa van Melissa's Haakwereld en vandaag neem ik jullie mee naar het Wolcafé in Schoonhoven. Gaan jullie mee?
Zoals je in de vorige video's hebt kunnen zien, ben ik naar het Wolcafé geweest in Schoonhoven. En daar heb ik heerlijk geshopt. En het zijn zulke lieve verkoopsters daar. En het is zo'n mooie winkel. Ja, en allemaal verschillende kleuren. Wow, ja, daar word je gewoon echt, echt heel gelukkig van. Ja, dus ik kon het niet laten. Ik heb daar heerlijk geshopt. Een mooie tas erbij gekregen. En ik ga nu laten zien wat ik geshopt heb. Als allereerste heb ik 2 van deze prachtige kleurtjes. Ik zal er even eentje wat dichterbij laten zien. Heel mooi verloop. En het is van Rico Creatief Wool de Grade Super 6. Het is een 200 gram bol en is 800 meter op een bol. Je haakt er met een haaknaald 4. En zoals je kan zien zit allemaal losse draadjes wat het 1 draadje maakt. Daar heb ik er dan 2 van, want daar heb ik een heel mooi patroon bij gekocht. Ik zal hem ook even laten zien, voor hoever ik hem kan laten zien natuurlijk. Deze heb ik gekocht. En deze sjaal kan je 2 kan haken en je kan hem breien. Nou, het volgende wat ik gekocht heb, ik leg deze even naast me neer, is deze prachtige bol. Wolkagara. Dit hebben hun zelf samengesteld. Dit is Limited by Wolcafé. Het is 60% katoen, 40% wol. Het is 225 gram. En er zit 900 meter op zo'n bol. En er zit ook nog een leuk stekenmarkeer erbij. En wat ga ik daarmee maken? Mijn moeder was met me mee en wij liepen daar binnen en mijn moeder zei al een paar keer van, oh wat mooi, wat mooi. Nou, dit heb ik dus van mijn ouders gekregen. Ik ga deze mooie mandala maken. Daar heb ik ook de ring bij, alleen die ligt in de auto, want het is gewoon een hele grote ring. Dus die ga ik maken. Heel mooi. En dan in deze kleuren. Een beetje wat oranje en dat loopt dan steeds meer uit tot wat lichter. Het volgende wat ik gekocht heb is een haaknaald 2,5 mm van Clover. Ja, ik vind die haaknaalden gewoon echt fantastisch. En ik heb een hele goede grip bij, dus heb ik er eentje van gekocht. Wat heb ik nog meer gekocht? Ik heb 2 van deze portemonnee houdertjes. Sluitings eigenlijk. En daar ga ik dan een leuk portemonneetje mee maken. En daar heb ik dan deze bij gekocht. De Langyarns Quattro Degradé. Van 50 gram bolletje kan je 1 zo'n portemonneetje van maken. Dus ik heb een 100 grams bolletje gekozen. Vandaar 2 houdertjes. Nou, ik zal wat vertellen over het Wolcafé in Schoonhoven. We kwamen naar binnen en het was eigenlijk al een hele ruime winkel, heel mooi opgezet. Ja, je zag echt van alles van verschillende merken tot aan allemaal projecten die ze hadden laten zien. Er werd geshowt, amigurumi, tot dekens, tot tassen, ja, sokkenwol. Ja, je had echt van alles. Nou, die mandala's hingen daar echt met verschillende patronen. Ja, en ook van dat hele macramé garen hadden ze daar. Ja, het was echt een fantastische winkel om daar te winkelen. En ik ga daar zeker nog wel vaker heen. En ik wil het bij jullie ook aanraden. Ik zal bij hun ook de gegevens hieronder in de beschrijving zetten. Ik zal de link van Facebook, van YouTube, van hun website, allemaal staat onderin aan in de beschrijving.
En ja, dan was dit het einde van mijn video. Mocht je dit nou een leuke video vinden, zou ik het heel erg leuk vinden als je deze video een duim omhoog zou geven. Ben je nog geen lid van mijn kanaal en wil je geen meer video's missen, word dan eventjes abonnee. En wil je nou helemaal niks missen, druk dan even op het belletje wat ernaast zit. Want dan krijg je namelijk een melding wanneer ik een video plaats op mijn kanaal. Bij deze wil ik jullie hartelijk bedanken voor het kijken naar mijn video. En laat vooral ook lekker een reactie achter, want daar geniet ik van. En tot een volgende keer.